Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Grand Colosseum met Nandoing. Ja, zeker. Nee, Lekkering. Ja, ik weet niet of de Jazekering van de vorige nog in deze aflevering komt. Lekkering. Ja, ik ben dus nu aan het kijken van PlayStation 5 games die dit jaar uitkwamen, maar het probleem is een beetje dat Wikipedia... Jouw haat. Ja, het is niet goed georganiseerd. Je kan dan wel, zeg maar, qua maanden zien wat er allemaal uitkwam. Maar dan staan alle consoles en wat dan ook erbij. Van welke platform het komt. Nou ja, dat wordt een beetje te veel werk. Ik ga dan wel kijken bij de... Hogwarts Legacy? Die is toch dit jaar niet uitgekomen? Jawel. Was dat vorig jaar? Nee, februari. Hogwarts Legacy... Oh. 10 februari. Oh. Toch? Ja. Oké. Okay. I know my stuff. Ik was het alweer vergeten. Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Ik denk wel dat heel veel mensen zoiets hebben van... Oh, Spider-Man 2 was geweldig dit jaar. Of kwam God of War Ragnarok niet ook dit jaar uit? Ragnarok. Kijken. Oh, dat was weer vorig jaar. Het gaat niet goed, Miel. Nee. Big Oof. What the fuck? Wat hebben we nog meer? Ik zie dan games ertussen staan waarvan ik denk, ja, dat speel ik niet. En van die game genaamd Cocoon. Nooit van gehoord. Resident Evil 4 Remake. Nou ja, die speel ik niet. Rogue Legacy. Nooit van gehoord. Tetris Effect Connected. Nooit van gehoord. Moss Book 2. Geen idee wat dat is. Maar ik zie ook Baldur's Gate, maar dat is dan PC. Ja. Maar goed, bij de Nintendo-sectie dan zie je wel The Legend of Zelda, Metroid Prime Remastered, Mario Bros. Wonder. Ja. DLC voor Xenoblade, vreemd genoeg. En Persona 4 Golden, maar die kwam in 2008 uit. Maar die is dus op de Switch uitgekomen en alle andere platformen. Oké, nou ja. Verband. We zijn nog steeds aan het grinden, dames en heren. Helaas. Ja, die grind moet gewoon doorgezet worden. Anders komen we niet door die endgame heen. Nee, en die Ludicolo wordt sowieso last van die Grumpig. Ja. Dat wordt voor allebei niks goed. Maar echt. Wat nou als echt de komende 6 afleveringen alleen maar dit is? Ja, dat is allemaal zo. F. Dan moeten ze maar naar onze leuke verhalen luisteren. Wat vind jij? Dat vind ik wel een goeie. Dan moeten we wel leuke verhalen vertellen. Oké, vertel eens een leuk verhaal. Leuk verhaal. Ik zit even te denken, want je moet wel iets vertellen wat je gewoon op YouTube kan vertellen zonder gedemonetized te worden. Ik heb eigenlijk alleen maar gesprekken op werk gehad die niet echt... goeie zijn. Ik heb een nieuwe Yu-Gi-Oh! Box gekregen. Nice. Van de postbode. En ik heb... ik was naar de film gegaan met 2 vrienden van me. Dat die hadden me nog verjaardagcadeaus gegeven. Oeh, nice. Dus ik heb van eentje... Dat was wel echt een heel leuk cadeau. Heb ik een t-shirt gekregen met zo'n print erop. Ja. Van een Coca-Cola fles. En dan staat erop... Cola addicted. It's true, boy. True. Ja. Ja, die is wel leuk. En van de andere had ik dan meerdere dingen gekregen. Ik had een poster van Attack on Titan. Een glas van Attack on Titan. Een Funko Pop van The Blue Eyes White Dragon. Nice. En ik had Yu-Gi-Oh! Kaartjes gekregen. Nice. 2 packs. Van welke set is dit?
de Grand Creators. Ik weet niet eens of daar echt goede dingen in zitten. Maar ik heb ze nog niet geopend. Wil je tijdelijke spiegel, mama? Eén momentje. Ja. We horen zo wat Nando gaat doen met zijn tijdelijke spiegel. Maar eerst gaan wij nog wat blissies verslaan. Ik ben benieuwd of we genoeg levels hebben straks. Ik hoop het. Ik... Vooral omdat ik gewoon verder wil met de game. Alleen ik weet echt niet wat ik met die Grumpig en met die Ludicolo aan moet. Ik moet eigenlijk een flying Pokémon hebben voor die Ludicolo, maar dat hebben we niet. Dit is het memento. Oké. We maken deze rush nog af en ik denk dat we dan gewoon nog een keer gaan proberen. En dan moeten we even de tactic brain van Nandowing gebruiken. Sorry, er kwam iemand wilde me een spiegel geven. Ik hoor het, ja. Een tijdelijke spiegel. Ja. Dus nu heb ik een tijdelijke spiegel. Hoppatee. Maar ik heb geen tijdelijke deur. Kun je die spiegel niet als tijdelijke deur gebruiken? Ja, joh. Ik zet hem mee in de loopgang. Nou, hij is wel een beetje klein voor mijn deur. Nou. Maar oké. Oh, ja, ik wilde nog iets opzoeken. Ah. Ik zei net trouwens tegen de kijkers dat ik als ik deze 10 Blissey gevechten allemaal gedaan heb, ja. Dat we misschien nog een keer kunnen proberen met Mirby. Ja hoor. Alleen dan heb ik wel jouw tactische brein nodig. Oké. Hoe gaan we die Ludicolo en Grumpig aanpakken? Nou, die Grumpig is een van de vervelendste. Ja. Alleen die Grumpig die heeft weer... zei ik Ludicolo? Nee, je zei Grumpig. Oh nee, Ludicolo is het vervelendste omdat hij jou de hele tijd confused. En die Grumpig die is gewoon een goede attacker. Moet even kijken wat we hier kunnen kopen qua items. Met die punten. Het zijn geen coins. Wat hij heeft, hoe kan hij momento velen? Geen idee. Nou ja, je kan hem met Mach Punch kan je killen. Kaboom! Ja. Huh? Huh? Oh ja, er is natuurlijk 2 keer Memento op je gebruikt. Nee. Nadat je helemaal niks doet. Bullet Punch. Dus ook Priority. Denk nou voor Rapid Spin? Ja, die ga ik toch niet gebruiken. En je hebt dan een steel move, dus je hebt iets tegen fairy types nu. Dat is wel handig. Zeker. Ik wilde opzoeken of er wat leuks in Grand Creator zit. ECG player. Ik denk het niet hoor, maar het is de gedachte die belangrijk Precies. is. Precies. Hot collection. Ik weet niet wat dit allemaal is. Blijkbaar zijn er nog allemaal dingetjes online gekomen. Ik heb al heel lang niet meer op deze website gekeken, blijkbaar. Even kijken hoor, waar staat hij? Grand Creators. Is dat een set van vorig jaar? Oh, het is een set van vorig jaar. Nou, dan begrijp ik hem. Oké, en dan high to low. Oké, sowieso, er zitten van die chicks in waar Sandring wel geïnteresseerd in is. Oeh, de Sandring chicks. Ja, in dit geval zijn het de Exo Sisters. Wow. En de meest waardevolle kaart is $35 ongeveer. Oké. Voor Yu-Gi-Oh! Is dat oké, toch?
Ja, is wel prima op zich. Je hebt slechter. Kijk, er komt een of andere spot of collection set uit. Zie ik hier. En daar zitten alle pot of kaarten in. Dus je pot of greed, pot of riches, pot of generosity, shard of greed, moray of greed, pot of benevolence, pot of extravagance. Ik ken alleen pot of greed, dus. Ik ben wel van de pot. I like some pots. You like pot. I like some pots. Kijk, en deze sets die komen pas volgende maand uit of zo. Kijken wat dit is. Oh, dit is die wat ik recentelijk heb gekocht. Kijk, wat zit erin. Oké. Oh, wacht, dit is bestselling. Je moet high van to low. Wauw, er zitten wel wat goede dingen in die heel veel waard zijn. Nice. Dus één kaart, maar ja, de kans dat je die poelt is echt heel klein. En ik heb nog nooit echt super waardevolle kaart gepoeld. Maar die is $500 waard. Wat? Is SP Little Knight, Quarter Century, Secret Rare. Die ga jij poelen. Ja, uiteindelijk. Dit is wel zo'n set die ik niet open. Ah, ja. Dus die zet ik op display. Maar ooit op een dag dan of ik ga het verkopen of ik ga het openen. Ik denk dat ik meer ga neigen naar openen zelf. Maar goed, dan zullen die kaarten ook niet meer zoveel waard zijn, denk ik. Ach ja, het is voor jou zo. Ja, dat kan ook. Alles kan, hè. In de BCT-show. Ja, zeker. Kijk. Dit is allemaal niet echt veel waard. In Blue Eyes Jet Dragon. Dit voelt alsof ik dit al heb geopend een keer. Oh, Labyrinth kaarten zitten erin. Fuck Labyrinth. Welke 25th anniversary? Oh, dat zijn die kistjes toch die ik bij jou heb geopend. Yeah. Ah ja. Oh, maar die heb ik al. Daar heb ik al het een en ander van. Nee, I'm good. Oh ja, en ik wilde nog even iets opzoeken. Ik ben nu met die eitjes bezig. En ik wilde kijken of een bepaalde Pokémon een egg moves heeft of wat dan ook. Oké. Okay. Die ik erop kan zetten. Even kijken, Gen 8. Welke moves hebben we? Oeh, dit is wel een goeie. Ik zie wel één move waarvan ik denk, oeh, dat kan hij wel gebruiken. Onze boy. Het enige probleem is, ik moet een vrouwtjes Pokémon versie van deze maken. Dat kan nog wel duren. Oké, okay, kijk even mee. Oh, ja. We gaan even kijken bij... Nee. Dat is Psychic. Ja. Dat is Ice Beam, Thunderbolt, Flamethrower. Ik denk Poison Jab. Ja. Oké, en voor de rest zijn het alleen maar dat soort items. Ja. Kijk, leftovers kan handig zijn. Je weet het, hè? Mm-hmm. Choice Band ook, maar dan moet je dat aan een physical attacker geven. Nadeel is dat hij maar één move kan doen. Ja. En Bright Powder, dat kan volgens mij handig zijn. Omdat je de accuracy van je tegenstander dan lager wordt. Okay. Dan wordt je Pokémon minder snel gehit. Ja. Wat zou ik doen? Ik volg jou. Ik voel een leftovers wel. Okay. Dat kan altijd wel handig zijn. Jee. En dan kijken hoeveel. We hebben nog 900. Nou, Bright Powder wordt het niet. Wat was Choice Band? Oh. Nog een leftovers? Ja, doe dat dan maar. Dan heb je in ieder geval twee mons die een beetje health krijgen. Ja.
Oké, dan gaan we gewoon eventjes items verdelen. Ja, ja. Aan wie zal ik de twee... Oh, ik heb er drie. Ik had er al één blijkbaar. Oh, nou ja. Dan kan je de helft van je team kan je dat geven. Ja. Oh. Wie zal ik de lefties geven? Ik denk Ninetales, Aggron. En ik... Ja, ik moet even bedenken. Oh, je hebt al een choice band, zie ik nu. Oh. Die kan ik best aan Himmeltop geven, denk ik, of niet? Ja. Dan doet die makpuntje ook wat meer. En dan heb je nog één leftovers. Ik zou hem niet aan Blaziken geven. Ampharos? Ja, volgens mij... Ampharos is een redelijke tank, toch? Ik denk het. Werd hij gewonshot in die vorige battle? Nou, geef hem dan maar aan Ampharos. Oké, choice band aan mijn grote vriend Hippontop. Ja, zeker. Black belt is voor fighting moves, charcoal voor fire. Zouden we nog een Blaziken kunnen? Oh ja, dat kan allebei zou kunnen. Ja, ik weet niet wat je meer prioriteit. Ik denk dat fighting meer doet dan fire tegen Mirror B zelf. Oh. Je gebruikt de hele tijd use. Ja. Kijk, XP share weg. Heb je nog een Twisted Spoon of iets? Iets wat... Nee. Hebben we nog TM's? Kijk bij je TM-pools. Ja, want die gaan niet... Oh, Aerial Ace misschien? Je kan even kijken wat... Dat is wel goed tegen die Ludicolo. Ja. Aggron, Hippontop, Blaziken. Heeft Hitmontop twee fighting type moves? Ja toch? Hij heeft triple kick en mach punch. Ja, dan zou ik één van die twee wegdoen, denk ik. Welke dan? Ik denk mach punch. Ja, ondanks dat hij priority heeft. Ja, triple kick, dat doet wel meer damage. En als je een choice band doet, dan ben je al helemaal gerand. Wat nog meer? Kijk. Scald. Ik zal waarschijnlijk niemand kunnen leren. En als het alleen Aggron is, dan zou ik dat sowieso niet doen. Oké, nee, niemand kan het leren. Nee. Je hebt wel alle elemental puntjes. Mm-hmm. Ik denk dat je nu wel goed zit hoor. Oké, ik heb alleen nog geen item op Gardevoir. Ja. Nou, je hebt ook niet echt... Wacht, wat doet de Speltech? Is dat voor Ghost? Voor Ghost, ja. Daar heb je niks aan. Anders misschien dan toch de Nevermelt Ice aan Ninetales en dan Gardevoir de leftovers geven. Het zit een beetje op hetzelfde uiterste, zeg maar. Precies. Oké. Mirror B, here we come. Ja, zeker. Here we coming. Coming. We gaan hem helemaal kapot maken, die afro. Van hem. Echt hoor. Ja. Kapaar. Kapaning making. Waarschijnlijk zal die deck hem weer iets met Earthquake doen. Oké, wie zal ik leaden? Hitmontop sowieso voor die Ludicolo. Ja. Yeah. en dan... Ja, het probleem is, je hebt niet echt een goede counter tegen die Grumpig. Nee. Hoe ging die Ampharos de vorige keer dood? Weet je dat nog? Door de Earthquake van de Whiscash. Oké, ik zou met Ampharos en Hitmontop dan leaden. Oké.
Jij moet me wel carry, hè? Dus ik heb jouw full attention nodig. Oh boy, ik zal mijn best doen. Kip carry zelfs. Kip carryen. Nou, Cypher admin Mirror B. 100% dat ik je aanraad om Aerial Ace op Ludicolo te doen. Ja. En dan met Ampharos. Ik denk een Thunder Move op, of Electric Move op Grumpig. Dan kijken hoeveel dat doet. Volgens mij heeft Grumpig wel een hele goede special defense. Grumpig. Oké, Aerial Ace en Thunderbolt. Ja, base stat is 110 van Grumpig. Oh, I faked out. Gezeik. Kut, Ludicolo. Oh. Nou, daar ging hij helemaal op. Oh, dat valt mij. Ja, hij leeft nog. Oké, 3-hit KO. Het had erg gekund. Ja. En dan nogmaals Thunderbolt op Grumpig. Nou, Hitmontop. Sneller? Hoe dan? Bro, Hitmontop is toch wel sneller? Nou, dat ging goed. Ja, wat nu? Ja. Ninetales maar, denk ik. Ja. Yeah. hij heeft wel Power Jam, maar volgens mij is zijn special defense op je Ninetales ook wel best wel goeie. Giga Drain. Oké. Ik ga nu eventjes zoeken wat de fucking speed is van de Hitmontop. 70, en wat is Grimpig? Oh, hij is echt net iets sneller qua base stats. Echt net iets. Frozen? Nee, attack fell wel, dat is fijn. Ik weet niet of hij überhaupt physical doet, maar dat maakt niet uit. Nou, het enige wat hij had was fake out. Nu gaat hij weer teeter dead. En anders moet je gewoon even die andere admins gaan proberen. Ja. Want daar kan je dan ook weer wat experience van krijgen. Kut, Grumpig Ludicolo lead, maat. De Grumpig is in ieder geval dood. Dat scheelt. Mocht ik deze nog een keer moeten doen, dan kan ik ook gaan dubbelen op de Grumpig. En dan zorgen dat ik Hitmontop nog over heb voor de Ludicolo. Ja. Thunderbolt is beter dan Discharge, dus nee. Nou, Whiscash. Je zou eventueel fake tears kunnen doen op de Ludicolo, want dan gaat de special defense om naar beneden. Oké. En waarschijnlijk is Whiscash wel sneller dan Ampharos, dus ik weet niet of hij een ding is overleefd. Een earthquake. Maar dan zou ik Dragon Pulse op... Nee, ik zou het op de Ludicolo doen, want die zit jou de hele tijd te confusen. Ja. Godver. Miss, nice. Nee, hij is sneller. Misschien overleef? Nee. Nee. Zeer spijtig dit. Zeker. Gardevoir? Ja. Oké. Okay. Misschien dan toch wel op de Whiscash focussen dan, I guess. Dus zit jou toch de hele tijd de Earthquake te spammen. Ik zou maar Aurora geen... Beam doet niks. Nee, maar Draining Kiss of Fake Tears kan je doen. En dan met... Moonblast. Doet wel meer damage dan Psychic. Hij heeft gewoon een hele vervelende lead. Ja.
tegen jouw team. Iedereen, check op de Ninetales. Ja. Yeah. Ja, bij 100% dat hij voor Earthquake gaat. Maakt niet uit. Ik kan eventueel bouncen nog. Ja, maar hij gaat nu voor Earthquake, hè? Ja, maar... Dus als je Blaziken kunt inzetten, dan ben je hem gelijk kwijt. Ja, maar dat is bij Aggron toch ook. Nee, Aggron overleeft wel één Earthquake. Dat deed hij de vorige keer ook. Waarom is Whiskas zo snel? Geen idee. Volgens mij viel het wel mee qua speedstat. Whiskash. In ieder geval heb je hier twee leftover mons. Kijk, Whiskash. 60 base speed. Nu weet ik het echt even niet. Double S op de Whiskash. En dan moet ik best op de Whiskash. Doe dat maar. Oh, Hyper Potion. Leuk. Dat is wel echt een dik move. Ja. Oh, man. Nice. Niet zo lekker. Niet zo lekker, man. Oeh, crit. Ah, man. Dan gaan we sowieso niet overleven. Je kan in ieder geval de Whiskash killen. Nice. Kijk, nu kan die ook geen... Fire Up Run. Oh ja, die hit alleen de Ludicolo. Nice. Dan ben je in ieder geval volgende beurt van Ludicolo af. Speed boost. Ja. Alleen je overleeft geen Earthquake, denk ik. Ik had inderdaad beter de Whiskers kunnen doen. Mm-hmm. Ja. Flare Blitz. Nee, dat is recoil. Ja, dat is een recoil inderdaad. Kijk, Slowbro. Hij is ook water, dus het wordt helemaal niks. Dragon Dance. Oh. Nou, dan kan je die Whiskash nu afmaken. En dan weet je welke Pokémon die daarna inzet. Ik kan bouncen. En hem daarmee killen. Want dan doet Whiskash misschien weer proberen Earthquake. En dan hit hij die Slowbro. Misschien. Probeer het. Kijken wat het doet. Ja. De tactics. Hoppatee. Oh, en dat hit hem ook niet. Nice. Dat is wel echt... Het is ook fijn dat bounce gewoon raakt. Ja. Ik heb heel vaak gezien dat dat niet het geval is. Belossen. Oké. Okay. Nou, dat is wel een goede tegenstander op zich. Dit one hit kill ook maar. Ja. Nee! Oh! Hush. Oh nee, wacht. Dat hebben we natuurlijk besproken. Daar heb je niet zoveel aan. Heatwave? Ja, nou ja, je wint waarschijnlijk toch niet, want... Nee, maar ik ben wel als eerst, dus ik kan met Blaziken de los op killen en dan zie ik de laatste Pokémon ook. Dat klinkt als een goed plan. Kaboom! En het is een crit. Nice. On the cake. Nice on the cake, inderdaad. En je hebt ook weer wat experience gekregen. Armaldo. Oké. Ja, dan heb je de Shadow Mon al gevangen. Oké, het is niet gelukt. Ik ga het niet nu nog een keer proberen, maar wel een andere. Maar we weten wel het hele team. Ja. Dus dat scheelt. Ik wil in ieder geval de rest bedanken voor het kijken van deze aflevering. En dan zien jullie de volgende aflevering wat de andere admin heeft. Adios, amigos.